Rechterhoek, hij gaat in de rechterhoek. Yo, what up mensen? Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey aka Killa J. En vandaag zijn we terug op een game die we lang niet bezocht hebben, namelijk FIFA 18. En we gaan verder met de journey. En we zijn op dit moment aangekomen bij episode nummer 5 van de journey. We gaan kijken hoe het verder gaat. In de laatste episode moesten we met de zus van Hunter spelen, namelijk Kim Hunter. En met haar hebben wij toen de eerste keer gedebuteerd bij de United States vrouwenelftal. En vandaag gaan we verder. Dus we gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren in deze episode. Als je er zin in hebt, vergeet natuurlijk niet even wat likejes op deze episode achter te laten. Even te abonneren hier beneden. En check natuurlijk mijn andere video's. Ook sowieso even als je klaar bent met deze video. En mijn social media, Twitter, Facebook, Instagram. Linkjes staan in de beschrijving. Let's start with this video, boys. Oké, de grote gelijkmaker hoofdstuk 4 begint. Last game in the Premier League, the crowd booed you. How did it feel? What did you do first thing when you came off? Oh man, it was awful. Yeah, probably like worst experience of my life, I think. Just, I mean, I didn't really do anything. I just tried to get out there. You know? There, that's it, right there. That feeling. I want you to bring that feeling back. Waarom wil je dat ik dat gevoel terugbreng? Dat is toch geen positief gevoel? This guy. This guy offers you a Coca-Cola, you decide to drink it. Right? Nice kid. Yeah. Okay. Generous. Generous. So you drink the Coca-Cola. You feel refreshed. Drink the Coca-Cola. You feel uplifted. You want to give him something special, so he'll remember this moment. That's it. Cool. You got this. Yeah. You're ready. Good. Yeah, you are. Let's roll on rehearsal. Quiet on set. And action. Hey, Alex. Hey, Alex. Yeah. Forget them. They don't know anything. You're the greatest. Do you want my Coke? It's okay. Do you want my Coke? Yeah. No! Oh. Ik dacht nee. Maar blijkbaar moeten we het opdrinken. Oh, ik doe even mee. Nobody's gonna believe. Refreshing. You got a phone? Yeah. Come here then. Cut. Yes. Yes, that was great. Oh my god, you're such a good actor, Alex. I was a bit nervous, like, I wasn't sweating too much, was I? No, that's unbelievable. Did you check the gauge? Oké, dat was onze eerste reclame shoot voor Coca-Cola. Daar hebben we een sponsor deal mee. Niet in het echt natuurlijk, in deze game. Ik weet niet, ik had gewoon toevallig hier een blikje cola staan. Ik heb vanavond takeaway gehad, weet je. Dus ik had wat drinken bij besteld. Dus die stond er nog. Dus zat nog een beetje in. Ik kon even mee met Alex. Maar laten we verder gaan. En onze eerste wedstrijd. LA Galaxy tegen Portland. In het vierde hoofdstuk van The Journey. En we gaan kijken hoe we dit gaan afbrengen. Hopelijk gaan we een beetje winnen. This is cup football now. Cup football now. Okay, boy. We progress to the conference semifinals. Lose. And our season ends. Okay, we moeten dit winnen, anders hebben we het seizoen verpest. Today is when the hard work really starts, gentlemen. Okay, mon ami. Ik mis hem, man. Ik mis onze mensen bij Manchester. Even what no one thought possible. Like an aging Mexican making it to his first World Cup. Si se puede. Si se puede. Ik versta er geen kut van, maar dat maakt niet uit, want we gaan lekker voetballen. Oké, wat gaan we doen? Spelers Hunter of spelers team? Ja, we spelen als team. Ik wil gewoon winnen. Het is beter spelen als team. Dat is makkelijker. Let's go. Ik heb ook een tijdje geen FIFA gedaan. We hebben trouwens 525.000 volgers. Ik weet niet of we dat ooit nog op ons YouTube gaan halen, want de subs gaan alleen maar naar beneden. Boys, doe ik 3 video's per dag? Abonneren jullie niet eens. Jullie deabonneren. Kan echt niet. Mensen die trouwens wel abonneren, hey. Shoutout naar jullie. Mensen die deabonneren, weet je. Echt jammer, man. Ik probeer jullie echt te entertainen. Als je het niet leuk vindt, weet je, geef dan gewoon opbouwende kritiek in de comments beneden, weet je. Oké, maar laten we even op options drukken om door te gaan. En laten we deze wedstrijd gewoon even gaan domineren. Want dat is wat wij doen, weet je. Wij domineren.
Oké, Hunter, aftrap. Bap, 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 bap. Bap, 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 bap. Ding. Ja, ja. Oh my god. Oké. Goeie poging, Joey. Weet je, ik moet wel even inkomen, man. Het is echt lang geleden dat ik FIFA heb gespeeld. Echt gewoon letterlijk sinds de laatste episode van The Journey. Dat was ook de laatste keer. Hebben ze het balbezit overgenomen? Diego Cara. Even die skills terugkrijgen. Niet dat ik ze had, maar gewoon de skills die ik had, die moeten even terugkomen. Die voorzet is een prooi voor de verdediging. En als ze dit verliezen, dan wordt de coach boos. En ik wil niet dat de coach boos wordt. Trouwens, dit wordt niet echt een episode die wreed geknipt gaat worden en zo. Want het is 11:30. Jullie weten, 3 video's per dag is veel werk. Dus ik kan er niet een hele leuke edit van maken. In de zin van dat we opbouwde muziekjes bij goals doen en al die zooi. Vandaag gaat dat helaas niet lukken. Volgende episode zal het wel gewoon weer zijn, dus maak je geen zorgen. Maar dit is echt gewoon een beetje een commentary, letterlijk en figuurlijk. Ik zal de saaie stukjes wel een beetje weg proberen te knippen natuurlijk. Zoals trainingen en al die andere zooi, want dat hoeft niemand te zien. Maar, oh my god. Maar de wedstrijden, die zie je gewoon volledig. Dus zie je ook een keertje hoe ik echt speel. En niet alleen de leuke stukjes van de wedstrijd. Kun je eigenlijk zien hoe slecht ik ben. Als iemand mijn FIFA coach wil zijn, be my guest man. Danny, kijk je dit? Danny Kroon, als je dit kijkt, weet je... Boy, leer me FIFA spelen, man. Want ik kan het echt niet meer. En ik moet sowieso ook wennen aan PlayStation, man. Ik speelde vroeger altijd op Xbox, toch? Andere controls. Nou ja, niet andere controls, maar... Andere controller. Weet je? Dat ik bedoel, kijk het verschil. Serieus. Daar ging bijna mijn cola. Maar best een groot verschil, weet je? En ja, het is best lastig. Weet je, die controller ligt wel... Ja, sorry PlayStation. Maar ja, dat is dan toch wel een beetje kritiek. Ik krijg ook niet door jullie betaalden zo om goed over jullie te praten. Dus, weet je, de controller van Xbox op de een of andere manier ligt die toch beter in je hand. Ik heb vrij grote handen. En die controller is dan toch wat chiller. Maar ja, natuurlijk... Oh my god. Natuurlijk ieder zijn eigen ding. Oh my god. Nee. Joey, ik moet opletten, man. Oh mijn god, Hunter, lekker gedaan, Boydo. Lekker gedaan, goede paas, iets te hard. Hunter. Paas de bal, zegt de coach dan, waarschijnlijk. Oh mijn god, die had ik gewoon moeten pakken, weet je. Dat ziet er kansrijk uit. Nee, is niet kansrijk, is niet kansrijk. Ik heb het idee dat ieder moment een goal kan gevallen, man. Ja, gekke gedachte om die bal te plaatsen in plaats van hem vol te raken. Ja, hij was net niet nauwkeurig genoeg. Oh mijn god, te zacht. Het was geen slechte paas, het was een goed tikkie, weet je. Maar die spelers die rennen niet hard genoeg. Ruud Gullit zwaaide hier in 2007 en 2008 de scepter, Jury. Ja, hoe heeft hij het eigenlijk gedaan, even? Niet echt goed, nee. Bruce Arena, zijn opvolger, deed het veel beter. Oké, okay, there we go. Los Santos. Het is wel, je ziet wel echt even dat ik moet inkomen. Misschien had ik... Oh mijn god, Joey! Wat doe je? Misschien had ik even een warming-up potje moeten spelen of zo, FIFA. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Oh man. Hunter. Hunter! Oh mijn god. Kom op, Joe! Oké. Op zich, weet je, had ik gewoon al lang moeten scoren, man. Romain Alessandrini. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. Hunter! Kom op, boys! Wat is mis met mij, man? Is al 44ste minuut. Hoe ging die er niet in? Hoe ging die er niet in? Ik dacht dat ik buiten spel stond, toch? Dus ik hield in. Oh mijn god. Domme Joey, man. De extra tijd bedraagt maar 2 minuten. Los Santos. Boateng.
Bro, ik ben in de... Dat is geen 2 minuten, dat is 10 seconden. Oh mijn god, oké. Okay. Volgende helft. Snel. We gaan beginnen. Eens kijken wat de tweede helft ons brengt. Het is de stress, man. Het is de stress van de wedstrijd. Fijn paasje. Hij wordt vrijgespeeld in de diepte. Zijn sliding loopt goed af. Wat? Was een riskante tackle zo. Die sliding... Waarom... Oh... Natuurlijk kappen zij mij overal uit. Leuk. Heeft zijn mannetje afgeschud. Wat wordt zijn volgende zet? Romain Alessandrini. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Dat is een lekker balletje. Dit is een grote... Wat? Nee! Hoe gaat die er in? Neppe shizzle. Hij kiest ervoor om Jazzy... Nee. Game. Dat lijkt een prima steekpaas. Oh mijn god. Kom op, Joey. Speler krijgt de bal weer terug. Die paas wat onderschept. Oh mijn god, ik doe toch een schijnschot. Ik cancel hem. De tegenstander kan de bal onderschep. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te krijgen? Oh mijn god. De keeper pakt de bal simpel op. Deze game moet gewonnen worden, Joe. Oh my god. Mensen, jullie denken echt van, oh my god, Joe is zo slecht. Dit is gewoon wat er gebeurt als je heel lang FIFA niet aanraakt, man. Je kan gewoon niet meer die finesse doen. Finesse zit er gewoon niet meer in. En alle kansen die je hebt, de tegenstander, die verneuk je. Te halen. Maar ik heb wel vertrouwen in ons. In ons spel. Lekker keeper. Je had eerder uit mogen komen hoor. Ik druk al heel lang op vierkantje. Of driehoekje. Er staan nog 20 minuten op de klok. Ah, oh bro, daar richt ik die bal toch niet naartoe? Vrije trap toegekend. Vrije trap? Boe. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander. Ren door, bro. Echt waar, jongen. Dit LA Galaxy team is ook echt gewoon pure poep. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat die uithalen? De tegenstander loopt vooralsnog achter de bal aan. Echt hoor. Sommige balletjes echt, ik richt gewoon de stick de juiste kant op, hè. Ik weet heus wel hoe ik een bal moet passen. Maar de spelers zijn gewoon zo... Alex Hunter. Die paas wordt doorzien. Dat ziet er kansrijk uit. Zet druk. Die pakt die bal op. Hij probeert het. Ja! Op de bal, serieus? Daar dachten ze even op voorsprong te komen, maar het blijft gelijk verlopen. Bal weer terug. Diego Cara. 0-0 nog steeds, 5 minuten voor het einde. Kom op! Ik word nu echt gestrest van deze game, man. Waarom word ik hier altijd zo gestrest van? Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Hij weet die paas onderscheppen. Diego Valeri! Daar saved ik wel met die sliding, holy shit. Ja, lekker. High team met me onderuit, man. De bal gaat laag over de grond. Oh, hij is snel. Voor Los Angeles Galaxy op de vleugel. Hij is snel. Niet snel genoeg, though. Oh, mijn god. Maar de tegenstander heeft de bal alweer... Bullshit!
En nu? Verlenging. Oké, okay, chill. Dat tenminste wel. Het is een halve finale. Beide ploegen zien er vermoeid uit. Rodgers. Jones. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Van Damme. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Echt waar. Oh ja, tuurlijk hè. Ik maakte daar ook echt een overtreding. Krijgt de speler niet eens aan, man. Oh ja, loop lekker tegen me aan, vriend. Echt. Oeh. Ik word hier gestrest van. Ik word hier zo gestrest van. Ik snap best dat je voor je kansen gaat als er ruimte ligt. Maar dit is wel een hele erge afzwaaien. Ja, tuurlijk hè. Echt, echt geweldige steekpaas. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Echt, LA Galaxy, jongen. Jullie hebben zoveel klasse in jullie spel. Not. Maar de bal is nog net niet bij hem. Oh mijn god. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Zijn basis. Een 4 van 18 is de AI improved. Not. Een opgelegde kans op een doelpunt en de voorsprong. Die bal gaat uit. Dat betekent een corner. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Bro! Echt, ik heb de kansen wel hoor. Alleen, de game gunt niet. Het is echt gewoon de game die niet gunt. Ook die ene schot van Hunter op de paal, die had er gewoon vol in moeten gaan. Gewoon een goed geplaatst schot was dat. Oh ja, in één keer hernieuwde energie voor het andere team, tuurlijk. Die voor je vriend. Een opmerkelijk incident zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Nou, maakt me niet uit. Ik heb nog geen één kaart gepakt hier, dus dat is niet erg. Daar liggen countermogelijkheden. Oh nee, dat mag wel gewoon zeker. Alex Hunter geeft de vrije trap weg. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Scheids! Oh, man. Die paas wordt onderschept. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Diego Cara. Hij laat doorspelen, voordeel dus. En eens kijken of er ook echt voordeel uitgehaald wordt. Ja, natuurlijk, dat is de vraag. Maar al met al is het gewoon wel een goede... Bullshit. Boel-s. Ja, maakt niet uit dat je geld krijgt, vriend. Goede overtreding gemaakt voor de ploeg daar. Jermaine, goede overtreding gemaakt voor de ploeg. Als het panels wordt, dan ga ik verliezen. Daar verneuk je het voor je ploeg, Jermaine. Daar, jij ook trouwens. Echt, wat is er aan de hand? Hij is er bijna. De bal is achter, via de paal. De stand. Panels. Hunter vanaf 11 meter raakt te schieten. Goed geplaatst die bal. Altijd goed. Penalty laag in de hoek. Soms dit lukt alleen lekker. De grond is gegaan. En dat was hier nog niet helemaal het geval. Nee, en dan kun je hem maar beter gewoon in de hoek schieten. Boom, boei! Oké, okay. Normaal verlies ik panels altijd, maar het gaat goed. Het gaat goed. Maar laten we het nog niet gaan jinxen. Doelpunt! Keeper kansloos. Hahaha, je stond op je verkeerde been, keepertje. Door die korte pauze in zijn aanloop zette hij de keeper op het verkeerde been. Ja, en toen was de kansloos. Nee! Goed gepakt, Evert.
Blijf kalm. Ja, hij schiet hem goed in. Keeper! Goed kijken hoor. Ongelooflijk. Dit is echt bias. Wat zal hij opgelucht zijn als hij scoort? Hij gaat tegen het aluminium. De keeper! Huda! Deze kan je niet pakken. Eerst genomen hoor. Oef. Wat een druk staat er nu op die jongen. Als hij niet scoort, verliezen ze de wedstrijd. Hij gaat in de rechterhoek, jongens. Hij gaat in de rechterhoek. Hij gaat in de rechterhoek. Boom! Finale! Oh, ik haat penalty shootouts, mensen. Ik haat penalty shootouts. Wat een wedstrijd, jongens. Lekker bezig. Mensen, we gaan de finale spelen. Oh mijn god. Een penalty shootout. Hekel aan die dingen. Oh mijn hel. Wat een slechte wedstrijd voor mij trouwens ook. Maar ja, maakt niet uit. We hebben hem in ieder geval gewonnen. En daar draait het uiteindelijk om. Het was wel een lange match, jongens. Het was wel echt een lange match. Oh mijn god. Oh, we hebben een nieuw kaartje. Chill. Oh, thank you. Thank you so much. Very, very welcome, okay? Verder. There we go. Krijgen we nog een leuk filmpje te zien? Nee, dat is niet het geval vandaag, mensen. Zoals ik zei, weet je, deze video is niet heavy geknipt, heavy geëdit. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou vet? Vergeet dan niet het blauwe duimpje omhoog achter te laten. Vergeet ook niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check natuurlijk even dat verification knopje. Dat notification knopje daar zo. Of aan die kant, ergens. En hij zit in ieder geval naast de abonneerknop. Druk er even op. En volg me even op de social media, Twitter, Facebook en Instagram. Je kan trouwens ook even mijn Discord joinen. Gezellige community vormen we daar. En ja, weet je, kom er gewoon gezellig bij. Lekker chatten, lekker praten. En ik check jullie allemaal bij de volgende video. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.